Een hele goede middag op deze woensdag. Het is, even kijken welke datum het is, 24 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb een nieuwe lipgloss, ik heb een nieuwe oogschaduw uitgeprobeerd. Dus ja, ik vond het wel leuk een keer. Die lipgloss wel heel mooi, hij ruikt ook heel lekker. Maar één nadeel, dat geeft natuurlijk altijd heel erg af, maar goed. Ja, de persconferentie gisteravond. Ik heb er een beetje gemengde gevoelens bij. Want aan de ene kant wordt er gesproken over een derde golf. En aan de andere kant is er nu wat versoepeld. Ja, wat is er, Mickey? Ja. Kom maar. Kom maar even gedag zeggen. Ja, kom maar. Kom maar even erbij. Ja, daar was je. Ja, de kappers die mogen weer open. Veel contactberoepen. Dat is natuurlijk voor die mensen ook allemaal hartstikke mooi. Dat ze weer aan het werk kunnen. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd. Het duurt eigenlijk maar 2 weken. Want ze zijn op 8 maart zijn ze alweer terug met een persconferentie. 3 maart gaat. Of 2 maart. 1 of 2 maart? Nee, 2 maart gaat alles open. Dan zijn ze op 8 maart terug met een persconferentie. Want het duurt ook allemaal maar tot de 15e of zo. 13e? Nee, tot de 13e. Tot 13 maart duurt het, of niet? Nou, ik weet het niet meer. Ik denk tot die dinsdag. Dat zal dan toch de 15e zijn. Ja, dat is dan toch de 15e. Maar tegelijkertijd werd er ook verteld, als de cijfers er dan nog steeds heel slecht voor staan, dan draaien we het ook net zo hard weer terug. Dus ja, als je pech hebt, mag je voor 2 weken weer even je beroep uitoefenen en ben je daarna gewoon weer dicht. Dus dat vond ik allemaal wel dubbel. De middelbare scholen gaan dan weer open, gedeeltelijk. Het mbo geloof ik ook. Maar studenten mogen nog niet. Ja, Mickey. Ja, die avondklok die is al sowieso verlengd tot de 15e. En dan is het kijken van, ja, hoe en wat, zeg maar. Ik heb wel een beetje het idee dat dit allemaal nu voor de verkiezingen, dat ze daarom zo snel weer terugkomen. Want die verkiezingen komen eraan en daarom komen ze wel weer heel snel terug. Want eerder verlengden ze gelijk voor 3 of 4 weken en nu is het voor 2 weekjes. Dus ja, ik weet het allemaal niet zo goed. Het is allemaal gewoon afwachten, denk ik. Married at First Sight gekeken. Ja, ik wist het natuurlijk al. Het was wel even mooi, of mooi. Het was wel interessant om te zien van ja, hoe... wat is nou de besluitreden waarom ze getrouwd willen blijven of toch gescheiden gaan zijn? Mickey, kun je even stoppen alsjeblieft? Ja. Mick en Daisy gingen scheiden. Dat was niet echt een grote verrassing. Rijn en Danny zijn gescheiden. Lars en Lizzie zijn gaan scheiden. Suzanne en Bert zijn gaan scheiden. Sylvia en Freddy bleven in eerste instantie getrouwd. Er is nu bekendgemaakt dat ze inmiddels toch zijn gescheiden. Want Sylvia wilde het niet aandoen tegenover Freddy. Omdat hij er niet voor heeft gekozen om met een zieke vrouw te trouwen. Ja, normaal zou je zeggen in voor- en tegenspoed. Maar ja, omdat dit natuurlijk wel iets heel anders is. Omdat je elkaar eigenlijk niet kent als je trouwt. Ja, zijn ze toch gescheiden. Freddy wilde wel getrouwd blijven, wat ik begreep. Maar goed, ze zijn inmiddels toch gescheiden. En Monique en Aaron die zijn getrouwd gebleven. Daar heb ik nog niet van gehoord of ze nog getrouwd zijn of gescheiden zijn. Dus die zullen vast nog getrouwd zijn. Dus ja, dat was het ook. Ik heb mijn vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus Rex gekeken en Dikte. En dat was weer heel erg mooi. Dus wat dat betreft was het wel een fijn avondje. En nu ga ik hier zo lekker aan me schoonmaken, want het kriebelt. Ik vertelde gisteren natuurlijk al dat ik me zo irriteerde en al dat stof wat op de vloer lag. Dat gaan we zo even lekker schoonmaken. En ja, ik ga daarna nog even bullet journalen. Ik zou eigenlijk nog wel een wasje aan moeten zetten, maar dat zou vrijdag eventueel ook kunnen. Ik moet even kijken, want ja, ik ben eigenlijk niet zo blij met het rek hier, maar daar kom je soms niet onderuit. Al ligt er wel best wel weer wat in de wasmand. Dus misschien is het wel goed om op zich weer even een wasje aan te knallen. Dus misschien dat ik het zo alsnog wel eventjes ga doen. Ja, ik ga eventjes de spullen pakken. Dan ga ik jullie erbij zetten met de woonkamer. Dan gaan we hier even lekker aan de schoonmaak. Want het kriebelt heel erg om wat te gaan doen. Dus ja, ik ga eraan beginnen. MUZIEK.
Zo, helemaal klaar. Weer een heel schone woonkamer. Wat was dit nodig? Maar het was zo lekker om gewoon alles weer schoon te hebben. Dus daar was ik heel blij mee. Ik heb even één diertje afgemaakt en daarna ben ik een soort van geheim projectje begonnen. Dit is eigenlijk alleen geheim voor mijn moeder en voor Nathalie. Want wij hebben een groepsapp en deze app is ooit begonnen met de weet ik veel app. Maar op een gegeven moment gingen we ook appen in deze groep als weet ik veel niet op tv was. Volgens mij heb ik het wel eens verteld. Nathalie heeft op een gegeven moment de koeienapp genoemd. Ik weet nog steeds niet waar die naam vandaan komt. Ze weet het zelf volgens mij ook niet, want ik heb het wel eens gevraagd. Maar goed, tot de dag van vandaag heet die app de koeienapp. Volgens mij bestaat dat ding al een jaartje of 4,5 zoiets. Zo leek het mij leuk, omdat we nu allemaal toch een beetje in een rare tijd zitten, om een soort van mascottetje te hebben voor deze club, deze app. Dus ik had een heel plan in mijn hoofd. Ik dacht, als ik nou koeiensleutelhangertjes zou kunnen krijgen, dan weten we dat we dus, als we alle drie zo'n sleutelhangertje hebben, dat je bij in die club hoort. Dat is dan gewoon een beetje een geintje, zeg maar. Nou ben ik helemaal suf gaan zoeken op koeiensleutelhangers en die zijn gewoon niet te vinden. Ik heb ook op AliExpress gekeken, dat was net niet helemaal wat ik zocht. Dus die zoektocht was best wel lastig. Nou ben ik deze sleutelhangertjes tegengekomen met een katje. Oké, het is geen koe. Maar omdat we ook alle drie van katten houden, dacht ik, nou, dit is op zich ook wel leuk. Dus nu zijn we, ja, die wil ik dan naar hun gaan opsturen. Ik heb een kaartje zelf gemaakt. Heel verhaaltje erin. Ik moet hem nog wel even afmaken. Hij is nog niet af. Dus ik hoop ergens dat ik hem morgen nog afkrijg voordat ik boodschappen moet doen. Dat de boel op de bus kan. Maar ja, dat was een beetje het plan. Dus ik heb zelf die kaartjes gemaakt. Ik laat hem nog wel even zien als die af is. Het is absoluut geen hoogstaande kwaliteit. Maar ach, het gaat om het idee. En het zag er wel leuk uit. Maar daar ben ik dus mee bezig geweest. Alleen dan een beetje jammer dat je dan net niet kan krijgen wat je wil. Want dan heb ik mijn zinnen daarop gezet en dat wilde niet. Maar ach, weet je, een katje is ook leuk. Ik heb er ook ingezet. Het is ook een dier waar wij heel erg van houden. En ach, ik vond deze ook wel schattig. Dus die ga ik dan naar hun opsturen. Dus daar ben ik nu dan even mee bezig geweest. Maar ja, ik ben in ieder geval weer blij dat alles lekker schoon is. Want dat had ik ook wel nodig. Katten hebben net gegeten. Het gaat hier eventjes niet helemaal goed. Want tijgertje kon het niet op. Dus dat wordt nu natuurlijk hier verder eens opgegeten. Maar ja, het zal wel. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Oh, weer stof. Zon, ga weg. Je verstoort mijn fijne gevoel van een schone woning. Straks lekker douchen. Eten. Oh, het plakt wel hoor, die lipgloss. Ik zit wel vaak met mijn haar in. Maar ik vind hem wel heel leuk. Want ik vind het wel een heel leuk kleurtje. Alleen ik heb wel het idee dat hij minder fel is als toen ik hem straks op had gedaan. Ja, vanavond. Je hebt ook... Even kijken hoe dat heet. Want ik vind dat altijd best wel heel erg interessant. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om te zien. Ik ga even de tv-gids erbij pakken. Laat, het duurt een beetje lang. Bouwval gezocht hebben ze. Komt op tv. Dat vind ik ook altijd super leuk. Dus dat wil ik sowieso gaan kijken. En de slechtste chauffeur. Dat is vandaag ook de laatste. Ben ik super benieuwd naar wie het nou wordt. Ik zie nu ook dat de laatste aflevering van de K van Carlijn is vandaag. Maar dat heb ik allemaal al opgenomen. Zoveel loop ik dan ook niet achter. Ja, ik vind het toch wel fijn om op zondag ook terug te kijken. Want dan is er niet zoveel. Dus dat ga ik doen. Ik ga voor de rest mijn thumbnail nog even maken. Dan ga ik de vlog uploaden. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Mijn artikel even schrijven en dat is het dan ook wel. En dan moet ik even wachten tot ik hoor hoe laat mijn coach komt. Want dat weet ik nog niet. Dus dat is even afwachten. Dus dat is eventjes de planning in ieder geval. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even relaxen. Ik heb super slecht geslapen. Dus even de bank op. Want ik had weer zulke nachtmerries, dus dat was gewoon even weer minder. Mijn ogen hingen bijna hier, zeg maar, voor mijn gevoel. Dus dat gaan we even doen. Dus dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 25 februari. Ik ben klaargemaakt en jawel, ik heb zowaar weer een keertje een dagje de lenzen in.
Heel lang geleden. Ik wil het eigenlijk wel meer doen, maar bij mij of met mijn ogen lukt het of lukt het niet. En ja, een dagje zeg ik wel, het is een paar uurtjes, want het houdt het nooit een hele dag. Maar goed, dus dat heb ik gedaan. Gisteravond, ik heb Bouwval gezocht gekeken. Dat was gewoon even één afleveringetje, omdat ze even de programmering moesten opvullen. Ik had hem nog nooit gezien, dat was wel leuk. Maar ze hebben van alles verbouwd, caravans. Maar het huis zijn ze niet eens naartoe gekomen. Uiteindelijk ging het koppel uit elkaar. Dus het was een beetje teleurstellend. Maar goed, ja. Gebeurt dus. Daarna ben ik doorgegaan naar de chauffeur met kijken. En als je het mij vraagt, hadden ze alle drie de titel kunnen krijgen. Want ik vond ze alle drie super slecht. Uiteindelijk is het de titel naar die vrouw gegaan. Maar ik zou ze alle drie de weg niet op durven gestuurd te hebben als ik hun was geweest. Maar ja, ze moeten op een gegeven moment een keuze maken. Dus nou ja, goed, daar is de keuze op gevallen. Maar ik vond het echt heel slecht. Ik heb ook echt het idee dat sommigen ook helemaal niks hadden geleerd van het hele slechte chauffeur gebeuren. Om daar te zijn. Dus nou ja. Ik heb Rex gekeken. Ik heb weer Dikte gekeken. Ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 1. Ik heb mijn artikel geschreven. De vlog is al geüpload, maar die is nog niet online. Het is pas 11:45 geweest. Dus het is 12:17 om precies te zijn. Om 12:30 ga ik boodschappen doen. Dus ja, dat. En ja, verder eigenlijk ook niet heel erg veel. Ik heb nog wat nieuwe boeken op mijn e-reader gezet. Ik ben ook weer in een nieuw boek begonnen. Want het boek wat ik hiervoor had, was op zich. Die reeks die was heel mooi. Maar dit was. Een paar hoofdstukken werden nu verteld vanuit het mannelijk perspectief. En dat vond ik best wel rommelig. Omdat ik tot op een gegeven moment even niet meer wist van hoe zat dit en hoe zat dat. Dus dat was een beetje lastig. Maar goed, nu een nieuw boek. Dus ja, dat was het ook. Ik ga nu even stofzuigen. De kleden gaan even in de was. Want ze hadden gisteravond weer gekotst. Kan ik de bank even lekker afzuigen. En dan ja, is het straks wel tijd om boodschappen te gaan doen. Ik heb wel mijn wenkbrauwen even geëpileerd. En dat is wel fijn als ik de lens in heb. Dan kan ik tenminste zien wat ik doe. Dat kan ik natuurlijk niet zien zonder de bril. En aangezien ik niet heel veel zie zonder de bril, is het nu wel even fijn. Dus ik ga eventjes wat doen. En dan zie ik jullie straks gewoon weer als ik terug ben van de boodschappen. Ga er maar vanuit dat het weer met bril gaat zijn. Dat de lenzen dan alweer vervangen zijn. Maar goed. Dus ik hoef nu niet superveel. Want ik hoef tot en met dinsdag. Want ik heb dinsdag een afspraak. Die gaat uiteindelijk door. Het was even de vraag of het doorging. Die gaat nu door. Dus dan kan ik dinsdag ga ik weer boodschappen doen. Dus nou ja, dat. Ik ga sowieso even schoenen pakken en even hier stofzuigen en zo. Dus dan zou ik zeggen, tot straks. Zo, inmiddels alweer een tijdje terug van de boodschappen. Zoals je ziet, ik heb de bril weer op. Ik heb ook een ander shirt aangetrokken, want ik vond de driekwartsmouw een beetje te koud. Je hebt net kunnen zien dat ik de bandjes al heb afgehaald. Die had ik dus ook gekocht. Nu laat ik je even de rest van de boodschappen zien. Het is niet heel interessant of zo, maar ik heb weer patat. Die kan zo gelijk de vriezer in. Deze patatjes eet ik vanavond. Dus die kunnen er wel uit blijven. Ik heb een zak met spinazie. Dan heb ik weer eventjes de bakken en braden gekocht. Ik heb weer eventjes afwasmiddel gehaald. En die hadden nu deze. Dat is een Sunny Splash. Ik heb er gelijk drie meegenomen. Ik heb de Happy Heaven. Vaak zijn die geurtjes heel lekker die ze hebben. Ik had er nog een, maar die kan ook nog in de andere tas zitten. Dit zijn rostirondjes. De aardappelschijfjes heb ik dan. Even weer een zak met vuilniszak, want die van mij waren bijna op. Oh ja, hier is de andere en ik heb precies je peach. Maar die kunnen wel in de tas blijven, want die hoef ik
nu toch nog niet te gebruiken. Dan gaan we even naar de andere tas. Ik had ook nog een broodje, die is al op. Ik had mijn kruidvat eventjes weer kuppensoep gehaald. En even kijken hoor. Waar ben je? Oh ja, deze face was, maar die had nu een andere verpakking, dus was even zoeken. Ik heb katvoer gekocht. 4 pakken met slavinken, want deze waren 2 of gewoon 4. Dus ik heb gelijk even ingeslagen, dus het kan allemaal naar de koeling toe. Dan heb ik hier weer een pak melk voor mijn koffie. De spekjes. 2 dozen met frikandellen, want die waren 2 voor 5. De shawarma, die eet ik vanavond. Dan heb ik hier nog lekker de cappuccino van Starbucks. Die waren ook in de aanbieding. 2 flesjes met zonnebloemolie. Nog een theedoekje, of het is een handdoekje. En een theedoekje. Die waren bij de Boni. Ook de caramel macchiato is meegegaan. Rundvleeskruiden heb ik gekocht. En nog kipfilet voor maandag. Dus ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even nog de bank afzuigen. En dan ga ik nog even bullet journalen. Want de bank ziet er echt niet uit. Allemaal haar. Dus dat ga ik even opzuigen. Maar eerst even de boodschapjes opruimen. Zo, inmiddels weer even opgeruimd. De boodschappen liggen waar ze horen moeten. Nou ja, sommige zijn in de tas gebleven. Dat ga ik morgen eventjes doen. Ik heb nog eventjes gebullet journaled. Ik heb nog een muis getekend. Maar ik had geen grijze stift meegenomen. En dus die moet ik nog verder even inkleuren. Ik heb even een quote gemaakt en dat was het ook. Ik heb wel even mijn haar losgegooid, want een scrunchie gaat bij mij altijd heel erg in het haar zitten. En op een gegeven moment gaat het een beetje irriteren. Dus ik denk, haal hem er alvast uit. Dat voelt wel lekker aan. Alleen nu heb ik hier echt zo'n... Ja, ik kan dat niet laten zien, denk ik. Ik heb echt zo'n knik hier zo in mijn haar. Dat stukje erin heeft gezeten. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. En... Ja, het is dan wel weer een nadeel als je niet zo'n invisibobble neemt, zeg maar, zo'n stiekje. Want nu heb je echt zo'n knik erin, maar goed, straks even lekker wassen en zo. Maar katjes hebben ook net lekker gegeten. Je ziet wel dat de lipgloss het niet heel lang houdt, want eigenlijk toen ik terugkwam van de boodschappen was hij al heel erg vervaagd. Toen heb ik ermee koffie gedronken en gegeten en dat overleefde hij dus niet. Dat had ik ook al wel verwacht. Maar ik vond het op zich wel een leuk kleurtje, wel een fijne lipgloss. Ik ga straks wel even de nagellak eraf halen, want het is heel erg beschadigd. Je ziet het hier heel erg. En deze zijn ook heel erg beschadigd. Vooral die rechterhand, maar dat heb ik eigenlijk altijd na het boodschappen doen. Dat gaat straks lekker af. Kunnen mijn nagels weer even een paar dagen luchten. En dan zondag wel weer een nieuwe kleur erop. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ben best wel zat. Ik ben een paar uur in de weer geweest. Dus dat tikt wel aan. Vanavond kijk ik de tv-kantine, de laatste aflevering, de making-of. Meester Frank Visser doet uit. Camerakaartje was vol, daar was ik al een beetje bang voor, dus die moet ik vanavond even legen. Maar ik was gebleven bij Meester Frank Visser. Ik weet dus niet of dit nieuwe uitzendingen zijn of herhalingen, maar anders ga ik wel even kijken. Dan neem ik eventjes Wie ben ik op, dan kijk ik dat morgen eventjes en dan... heb ik weer dikte en vanavond lekker zonnestad. Ik moet nog de foto's bewerken. Nou, mijn kaartje moet dan eventjes geleegd worden. U weet, als ik vlot ben, dan vast wat aan de video doen voor zaterdag. Dus wat dat betreft heb ik wel aardig wat dingetjes die ik wil doen. Maar gewoon een lekker avondje. Weet je wel, dikke prima. Het is altijd wel lekker om even bezig te zijn. Oh. Dus dat wordt mijn avond. Verder niet spannend of zo. Maar goed, maakt ook niet uit. Oh ja, ik wil nog even Ajax kijken. Dat is om 7 uur. Dat zet ik wel even aan, want dat wil ik wel even zien. Wel benieuwd. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want mijn rek is er een beetje uit voor nu. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 26 februari. Ik ben hier met Mickey. Die is een beetje aan het miauwen. Ik ben klaargemaakt en mensen, ik ben zo enthousiast. Hoe krijg je me enthousiast? Nou ja, ik heb een nieuw oogschaduwpalet getest en hij is zo gigantisch fel. Ik vind hem zo fantastisch mooi. Ik word er helemaal blij van. En dan zie ik eigenlijk hoeveel een mens kan veranderen. Als je mij 10 jaar geleden had gevraagd, ga jij ooit felle oogschaduwkleuren gebruiken? Dan was het waarschijnlijk een dikke nee geweest. En nu kan het me niet feller zijn, want ik vind het nu fantastisch om echt met kleuren te spelen.
Maar dat heb ik ook met nagellak. Vroeger droeg ik ook echt nooit gekleurde nagellak. Ik had altijd transparante nagellak op. Ik droeg dus altijd wel nagellak, maar transparant. Ja, en nu vind ik het fantastisch om kleurtjes aan te brengen. Dus dan zie je echt wel hoe je smaak kan veranderen. Ik was wel wakker geworden met hoofdpijn. Dat had ik al een beetje voorzien. Want ik lag in bed en ik kwam een hoofdpijn opzetten. En ik ben op dat moment gewoon niet meer in staat. Ik bedoel, ik zou het best kunnen doen. Maar ik wil op dat moment gewoon niet meer uit mijn bed om een aspirine te gaan halen. Want dan moet ik weer naar de keuken, moet ik een aspirine gaan pakken. Ik heb daar gewoon geen zin in. Ja, en dan is het resultaat dat je wakker wordt met hoofdpijn. Dus ik zou eigenlijk gewoon even wat aspirintjes in mijn nachtkastje moeten leggen. Dat zou gewoon beter zijn, want dan heb ik gewoon altijd een aspirine bij de hand als dit nodig is. Gisteravond heb ik naar de tv-kantine gekeken, de making-of. Ik vind het zelf altijd wel leuk om te zien hoe ze dan in zo'n typetje veranderen. En wat, hoe het er allemaal vooraf aan toe gaat en zo. En dat was eigenlijk heel erg grappig, want ik kreeg van een van jullie een reactie over een serie. Die heet The Bridge. Dat het ook een hele goede serie zou zijn en dat het misschien ook wel bij mij zou passen. En wat bleek nu, die hebben ze dus ook nagedaan in de tv-kantine. Alleen op dat moment wist ik niet dat het om die serie ging. Maar toen vertelde Carlo dat dus, dat ze die hebben nagedaan, die serie. Dat zag er echt al best wel leuk uit. Maar ja, het is een beetje een apart taaltje. Dus ze hebben zelf een beetje een taaltje bedacht. Maar ik vond het echt wel heel erg leuk. Dus ik had wel zoiets van, nu heb ik helemaal wel zin om die te gaan kijken. Dus als ik op deze serie heen ben, wil ik zeker eens gaan kijken of dat een serie van mij is. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Dit waren nieuwe uitzendingen. Best wel heftig. Het ging over twee buren. En die buurman die had twee honden. Best wel grote honden. Die ook best wel wild waren. Die sprongen best wel hard tegen de schuttingen op. En ze blaften heel veel. Maar die man die was dus van maandag tot en met donderdag voor zijn werk in het buitenland. Dus hij was er nooit. Ja, zijn vriendin die kwam om 17:30 thuis. Die ging vaak om 17:15, 16:00 de deur weer uit, zeiden die buren. Dus ze gingen ook niet met die honden wandelen. Want ze poepten en plasten in de tuin. Ja, en die buren waren gewoon heel bang dat die honden dus hun kleinkinderen zouden aanvallen. En ik zag ook wel direct, want op een gegeven moment staan ze dan te wachten tot de meester Visser komt. En meester Visser komt aan en die honden die worden helemaal gek. En die eigenaar die kon die honden gewoon niet meer in bedwang houden. Nou ja, toen wilden ze het geluidsoverlast meten, dus het geblaf van die honden. Want daar hadden ze voornamelijk heel veel last van het blaffen. Maar ja, op het moment dat honden moeten blaffen, doen ze het natuurlijk niet. Maar de geluidsdeskundige die had de hele week daar al gemeten zonder dat iemand het wist, zeg maar. En toen kwam er eigenlijk toch wel uit dat het geluidsniveau wat die honden produceerden veel te hoog was. Er was ook een gedragsdeskundige bij voor honden. Die zei ook, de honden zien er verder heel goed uit, heel verzorgd en zo. En het is geen ideale situatie voor honden. Ik denk zelf wel dat als jij grote honden neemt, maar dat is puur mijn mening, dat je ook gewoon lekker een groot huis moet hebben, een lekker grote tuin waar ze lekker kunnen ravotten. Maar ik denk zelf niet dat in kleinere huisjes grote honden werken. En je moet gewoon met honden gewoon gaan wandelen. En zeker de honden van dit formaat, die hebben gewoon best wel een stevige wandeling nodig. Ja, als je dat niet doet, kunnen die honden natuurlijk ook hun energie niet kwijt. Dus het eindoordeel was dan ook wel dat hij die honden weg moest doen. En het was eigenlijk, de buren zeiden als de honden mogen blijven gaan wij verhuizen. Die buurman zegt als mijn honden weg moeten ga ik verhuizen, want die honden zijn mijn kinderen. Ja, ik denk moet je honden nemen als je gewoon 4 dagen per week van huis weg bent. Kijk, ook al is je vriendin thuis, maar ja, als die ook gewoon daarna weer weggaat. Die honden zitten gewoon het grootste gedeelte van de dag zitten ze alleen. En ja, ik vond het echt wel heel zielig voor die honden. Maar goed, die buurman had besloten uiteindelijk om te gaan verhuizen. Ik vond het een lastige zaak. Ik ben al blij dat ik daar geen beslissing over moet nemen. Dus ik dacht ook echt van, hoe gaat hij dit oplossen? Dus dat vond ik wel heftig. Ik heb mijn foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af, want ik moet nog eventjes 2 fotootjes doen. En mijn fotoprogramma die had op een gegeven moment niet meer zo zin om mee te werken. Dus toen heb ik het even gelaten. Ik heb Dikte gekeken, de laatste aflevering van seizoen 1 was mooi. En Zonnestad, en dat was ook een hele mooie uitzending. Dus dat was wat ik heb gedaan. Ik ga zometeen eventjes een wasje aanzetten. Ik ga even een nieuwe wasverzachter pakken. Ja, ik baal een beetje, want ik had dus van die pots in gebruik voor de gekleurde was. Maar ik gebruik dus echt wel donkere wasmiddel, witte wasmiddel en gekleurde wasmiddel.
En bij die pots had ik dus ook een bijpassende wasverzachter. Maar ja, die wasverzachter is nu op en die pots nog niet. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje jammer. Eigenlijk had ik dan gewoon een fles wasverzachter nog erbij moeten zetten. En die voor de witte en de gekleur, voor de zwarte was moeten gebruiken. Maar goed, geef niet. Ik ga nu gewoon een wasverzachter pakken. En dat zal ook met elkaar best wel lekker ruiken. Zo'n wasje aanzetten. Ik wil eventjes de kaartjes verder afmaken voor mijn moeder en Nathalie. En nog even bullet journalen. Dus verder niet heel veel op de planning. Ik ga nu even stofzuigen en kattenbak scheppen en zo. En dan ja, ga ik eventjes daarna eventjes kijken wat ik hierbij gezet heb. Ik heb wel mijn nagellak verwijderd. Dit voelt ook wel weer lekker, want het zag er zo lelijk uit. Dus dat. Ik ga nu eerst even wat doen. Zo, nieuwe wasverzachter. Ik heb gekozen voor de Lenore Bouquet Mister. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. Dus die ga ik maar even bij mijn zwarte was voegen als ik die heb verzameld. Dit zijn de getekende kaartjes die ik heb gemaakt. Ik ben er niet super goed in, maar ik ga nu eventjes wat blaadjes door de machine halen, zodat ik daar eventjes patroontjes in kan maken. Want de kaartjes straks even hopelijk afmaken, of in ieder geval een heel eind komen. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, de kaartjes zijn afgemaakt. Verwacht geen creatieve hoogstand. Ik ben er niet super goed in, maar dit zijn ze geworden. En dan heb ik hier zeg maar twee van die katjes geplakt en hier een tekstje. Dus nou ja, die ga ik dan samen met de ingepakte pakjes opsturen. Dus dan heb je in ieder geval even gezien hoe het eindresultaat is. Het had misschien beter gekund, maar dit was het idee wat ik erbij kreeg. Dus dit heb ik maar ter uitvoering gebracht. Inmiddels opgeruimd. Het knotje wat ik had is inmiddels helemaal uitgezakt. Was best wel leuk een keer een kaartje maken. Ik ben er, zoals ik al zei, ik ben er niet super goed in. Weet je, dit gaat naar familie en ik weet dat ze het wel waarderen. Maar het zal nooit echt, denk ik, ik zal nooit zo goed worden als sommigen zijn. Maar ik bedacht me ineens, god, het was best wel leuk geweest als ik een kartopschaar had gehad.
Nou hadden wij die vroeger thuis. Nathalie en ik hebben daar best wel veel gebruik van gemaakt. Maar volgens mij bestaan die alleen maar in kindervorm, wat ik zag. Ik weet niet of die ook voor volwassenen bestaan. Ja, en in een kinderkartelschaartje, daar ga ik niet in komen met die vingers van mij. Dus ja, ik vraag me af of die voor volwassenen er zijn. Het was nu best wel leuk geweest als ik dat had kunnen gebruiken. Maar goed, ik heb ze niet, dus dan houdt het op. Maar ja, dat vind ik dan toch wel weer een beetje jammer. Ik had trouwens gisteren ook nog Ajax gekeken. En die hadden het echt supergoed gedaan, want die hadden gewonnen. Dus dat was wel echt heel fijn. Dan zijn we weer door in de Europa League. Dus dat was leuk. Ja, toch best wel even lekker bezig geweest. Ja, die kaartjes zijn af. Dat geeft wel een lekker gevoel. Ik heb nog een diertje getekend. Alleen, ik heb nu Nathalie even om hulp gevraagd. Want er staat bij nummer 26 eekhoorn. Of het nou een eekhoorn of een eenhoorn is, ik weet het niet. Maar er staat echt letterlijk eenhoorn. Eekhoorn. Ik weet het zeker. Dus anders moet ik er zelf wat van maken. Ja, er staat eekhoorn. Maar het is een eenhoorn of een eekhoorn. Maar niet een eekhoorn. Dus ik zal ze even, ik heb nu even gevraagd aan Nathalie of zij een idee heeft wat er wordt bedoeld. Maar kijk als ze straks reageert. Ik heb hem in ieder geval even overgeslagen. Ik ben doorgegaan met het varkentje. Dus ik moet alleen nog een olifant en het dier waarvan ik niet weet wat het is. En dan zijn de doodles van februari af. Maar dan ga ik morgen vlekken afmaken dan. Dus ja, verder wel, was wel eventjes lekker. De was die draait nu, dus dat is ook wel lekker. Mijn wasmand zit nog steeds vol. Of die ooit leeg wordt, weet ik niet. Ik heb ook de was die hier hing, die is opgeruimd. En ook de was die ik nog in de wasmand had zitten, heb ik al in de kast gewerkt. Dus dat was top. Maar er is boven weer heel veel insecten. Zijn er weer. Dus ik moet ze weer even goed stofzuigen. Ik weet niet zo goed hoe ze binnenkomen. Dat is een beetje lastig, maar goed. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond flikken Maastricht. En ik denk dat ik vanavond begin met Red Light. Dat is vorige week al geweest. Dat ik vanavond aflevering 1 begin. En dat ik dan morgen even aflevering 2 kijk of zo. Want er is morgen ook niet zo heel veel. En dan ben ik weer een beetje bij. Dus dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Dan ga ik dat toch maar volgen. Want er is verder niks meer wat ik terug hoef te kijken. Ik moet de video nog editen. Ik moet daarna die foto's moet nog even afmaken. Oh, eekhoorn, zegt Nathalie. Oké. Ja, zij zegt een eekhoorn. Oké, dat is wel leuk. Dus mijn artikel moet geschreven worden. De video moet dan nog geëdit worden. Thumbnail moet gemaakt worden. En dat is het ook. En daarna ga ik gewoon weer dikte kijken. Seizoen 2, waar ik heel benieuwd naar ben. En ook weer Zonnestad. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga nog even genieten van deze intens mooie roze ooglook. Ja, ik weet niet of jullie het mooi vinden. Maar ik weet niet of je het goed ziet. Ja, ik vind het fantastisch zo fel. De hoofdpijn is inmiddels gelukkig ook weg. Dus dat is fijn. Ik ga vanavond weer lekker mijn boek lezen. Die heel erg leuk is. Dus een fijne avond. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is alweer 27 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb ook net mijn kaptafel even opgeruimd. Die was helemaal ontploft. En dan is het wel een voordeel dat je alleen woont, dat niemand tegen je zegt, ruim je rotzooi nou eens op. En natuurlijk, ik ruim hem wel eens op hoor. Ik heb hem nu even dan helemaal opgeruimd. Meestal doe ik het op zaterdag, want dan op zondag gebruik ik geen make-up. En nou is de kaptafel weer helemaal leeg. Ook even de laatste producten. Van februari heb ik in de mandjes gedaan voor de favoriete of de velproducten. Dus dat is allemaal ook weer opgeruimd. Dus dat is fijn. Ik las inmiddels ook dat het laatste koppel van Married at First Sight ook gescheiden is. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat dit hele experiment dit seizoen ook weer niet gelukt is. Het schijnt nog wel dat ze daten, maar het getrouwde leven, daar wilden ze toch wel van af. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd of de kijkers zijn. Die zouden zeggen, ik zou wel mee willen doen aan zo'n experiment als je single bent. Ik zelf zou dus echt nooit meedoen aan zoiets. Laat ik dat voorop stellen. Maar misschien zijn er wel mensen die zeggen, van, nou ik zou het best wel leuk vinden. Maar ik niet. Gisteravond heb ik lekker Flikken Maastricht gekeken. En ik had een Nesquik gemaakt.
Ik had nog van die capsules voor de Dolce Gusto van Nesquik. Dus ik dacht, ik neem even een keer warme chocola. Dat was ook heel lekker. Maar ik miste wel een beetje mijn cafeïne shotje, zeg maar. Ik merkte wel dat ik wat sneller inkakte, omdat ik geen koffie op had. En overdag drink ik eigenlijk nooit koffie. Het is alleen 's avonds. Ja, een keer met mijn coach of als ik mijn vader of zo een keer zie. Een keer met mijn moeder, maar anders niet. Maar Flikker Maastricht was een mooie uitzending. Daarna heb ik Red Light gekeken. Ik had de eerste aflevering gekeken. Gisteren was de tweede aflevering op tv. Ik vond het best wel een goede serie, zo die eerste aflevering. Ik las wel bij van comments op social media van heel veel mensen die zeiden, ja, ik vind het jammer, het is weer voor een groot gedeelte Vlaams. Het is inderdaad een Nederlands-Vlaamse productie. Als je niet van Vlaams houdt, dan zal het je ding niet zijn. Ik vind het zelf altijd wel, ja, leuk. Ik vind de taal ook altijd wel, wel leuk. Dus ik heb daar zelf geen problemen mee. Maar ik vond de eerste aflevering wel goed. Daarna ben ik gaan editen. En heb ik mijn artikel geschreven. Alleen het zat niet helemaal mee met mijn fotoprogramma. Vertelde ik gisteren al. Maar die was nog steeds niet helemaal lekker. Dus ik moet die laptop echt gaan leeggooien. Dus ik ga even kijken wanneer ik dat ga doen. Maar ik dacht ook dat weet ik veel niet meer zou komen. Maar dat komt dus nog wel twee keer. Dus je hebt vanavond en volgende week heb je nog gewoon weet ik veel met nieuwe afleveringen. Dus ik dacht echt dat het al afgelopen was. Maar ze hebben dit seizoen gekozen voor 10 afleveringen in plaats van 8. Ik weet ook niet of dit nog te maken heeft met corona. Ik weet het niet. Maar goed. Verder had ik gekeken weer naar Dikte. Was even wennen seizoen 2. Want het is allemaal eventjes iets anders weer. Je moet weer eventjes. Er zijn vaak weer wat veranderingen gebeurd. Merkte ik in seizoen 1 al, een van de vriendinnen van Dikte, die was in verwachting. En nou, ze vertelde dat. En twee afleveringen later had ze al een buik van hier tot Tokio. En nog bij aflevering later was het al tijd om te bevallen. Dus er zit, ja, de tijdsprong is best wel lastig soms. En daarna heb ik Zonnestad gekeken. En dat was weer een hele mooie uitzending ook. Dus dat was verder mijn avond. Ik ga soms even wat oud papier naar de Kliko brengen. Ik ga even stofzuigen, kattenbakken scheppen. Dan ga ik de kwasten wassen van de make-up. En daar ben ik wel heel blij mee. Want ik heb natuurlijk best wel felle oogschaduw gebruikt. Dus die kwasten zijn ook helemaal fel gekleurd. Dus lekker om die weer schoon te maken. Nou, ook fijn, want ik heb weer baby shampoo. Dus die kan ik mooi gebruiken. En daarna ga ik even bullet journalen. Dus dat is de planning. Niet heel bijzonder, maar gewoon prima. Ik ga nu eerst even het oude papier lozen. En eventjes hier stofzuigen en zo. Dan is dat in ieder geval gebeurd. Zo, het oude papier is weg. Ik heb stof gezogen, de kattenbakken zijn geschept. Dus nu ga ik zo aan de kwasten beginnen. Ik heb de baby shampoo al gepakt. Ik heb nu bij het kruidvat baby shampoo gehaald. Deze. En dat vind ik zo heel schattig. Er staat erop, maakt haartjes makkelijk doorkambaar. Ja, dat vind ik dan zo schattig, omdat het eigenlijk voor babytjes is. Maar ik had gisteravond nog weer gezeik. En af en toe voel ik me net Martien Meiland, want hoe vaak ik zeg, nou wat een gezeik. Maar de lamp in de keuken die knapte weer. En ik deed de lamp aan en bang, zei die. Ik was gewoon een beetje pissig van. Ik denk verdorie, ik heb nog helemaal niet zo lang geleden deze lamp erin gedraaid. Elke keer knappen die lamp. Dus mijn moeder zei ook al van, nou, je kan beter overgaan op ledlampen. Ja, dat zijn nu natuurlijk allemaal dingen die kunnen niet. Nou had ik gelukkig nog lampen liggen, maar die voorraad wordt wel wat kleiner. Ja, ik baalde daar heel erg van. En nou weet ik dat Action ook gaat aanbieden dat je op afspraak mag komen winkelen. Maar dat is dan 10 minuten. En dat ga ik gewoon niet doen. Als ik naar een Action ga, wil ik rustig de tijd hebben om even te kijken. Rustig mijn dingen te kunnen doen. En als daar een klokje bij komt van je hebt nog zo en zoveel minuten. Nou, dat vind ik te stressvol. Dat ga ik zelf niet doen. Dat kan ik niet aan. Dus ik hoop gewoon als met de tijd de winkels weer open mogen, dan ga ik gewoon even naar de Action. Dan kan ik weer even wat dingen halen. Maar ja, volgens mij kun je lampen ook niet met click and collect. En dan weet ik ook niet of die ledlampen erbij staan. Dus ja, maar het was even balen. Ik heb me in ieder geval wel vervangen, maar ik had wel even zoiets van, gadverdarrie. Elke keer dat gedoe. Maar goed, ik ga eventjes mijn dingen klaarmaken voor de kwasten. Dan kunnen die lekker gewassen worden. Thank you.
Klaar. Ik heb lekker schone kwasten. Niet alle kwasten wilden even makkelijk nu schoon worden. Dus ik heb er een paar nog even met de hand gedaan. Er zijn ook een paar die kunnen ook niet in een van de malletjes in het apparaatje. Ik ben daarna eventjes gaan bullet journalen. Ik heb het boek zeg maar van blog en YouTube heb ik bijgewerkt van februari helemaal. Dus dat is top. Ik had eigenlijk daarvoor ook nog een quote willen maken. Die had ik al wel opgeschreven, maar die wilde ik nog even afmaken. Daar ben ik niet aan toegekomen, want ik wilde ook even de doodles afmaken van februari. Dus die zijn af. En de nieuwe doodles challenge staat ook alweer online. En die is ook heel leuk, want dat is met keukenspullen. Dus het kan nog wel een uitdaging worden, maar toen ik hem zag, werd ik wel direct heel enthousiast. Dus ik vond hem wel heel leuk. Dus daar kan ik dan van de week weer mee aan de slag. Ja, dat was het ook wel. Gewoon nog even lekker wat ontspannends gedaan. Ik heb even een weekplanningetje gemaakt. Ik heb dinsdag een afspraak. Dus mijn coach zei, maak maar even een weekplanning. Misschien is dat even handig om mee te nemen. Dus die heb ik ook nog even gemaakt. En nu hebben de katten net lekker gegeten. En ja, ben ik ook klaar. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik wil helemaal niks zeggen over morgen. Morgen is zondag. Morgen is het gewoon de dag. De dingen die ik altijd doe. Vanavond, dat wilde ik zeggen. Vanavond ga ik dan toch weet ik veel kijken. Omdat het dus nog komt. Ik wil daarna nog eventjes. Toch even op Videoland verder gaan. Met die documentaire van John van der Heuvel. En nu echt. Want vorige week zei ik dat ook. En toen heb ik Britney Spears afgekeken. Maar nu ga ik dat wel doen. Verder wil ik alvast een begin maken met de vlog, maar ik wil ook even kijken of ik toch de laptop ga leeghalen. Dus dat is nog eventjes de vraag die bij mij even rijst wat ik ga doen. Maar dat hoor je dan morgen wat de keuze is geworden. Verder ga ik lekker dikte kijken en ook weer zonnestad. Dus dat wordt verder mijn avond. Lekker straks frietjes, straks lekker douchen, dus eigenlijk dikke prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik heb verder toch niks meer te melden of interessante dingen die ik ga doen. Dus ja, maar toch wel een lekker dagje zo. Nou ja, ik zou bij deze zeggen in ieder geval tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 28 februari en ik zit hier even gezellig met Muis. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik moet wel even gewoon foto's maken, maar ik heb geen vlees wat voorbereid moet worden of groenten wat voorbereid moet worden. Dus dat niet. Ik ga zo even Ajax opzoeken. Die spelen om 2:30 en ik ga even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dus dat is het eigenlijk wel. Niet echt een hele spannende planning vandaag, maar is ook prima. Ik heb gisteravond wel de laptop leeggetrokken en ook alweer voor het grootste gedeelte opnieuw geïnstalleerd. Voelde toch wel heel fijn aan. Het is altijd wel even iets waar je dan tegenop ziet, maar als het weer gebeurt is het wel heel fijn. Dus dat was mooi. Ik heb weet ik veel gespeeld. Het ging op zich in de eerste instantie niet echt heel fantastisch. Daarna ging het wel wat beter. Maar ik kwam toch net één vraag tekort voor de 6. Dus dat was jammer. Maar ik moet wel zeggen, de VIP-spelers waren ook niet super goed. Die hadden allemaal ook geen 6.
En maar weet ik veel, is een 6 voldoende. Dus die hadden dat allemaal ook niet. Dus wat dat betreft denk ik van, nou ja, qua studenten, de score liep ik op zich, het gemiddelde van de studenten liep ik wel voor. En ook wel op de VIP-spelers. Dus wat dat betreft, ja, mag ik denk ik niet klagen. Dat geeft denk ik ook wel aan dat het best wel moeilijker was. Daarna heb ik even de documentaire verder van John van den Heuvel gekeken. Dus dat was ook wel, wel interessant. En toen ben ik de vlog al voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. Dus die is tot en met gisteren ook al af. Toen ben ik Dikte gaan kijken en Zonder Stad. En dat waren twee mooie afleveringen. Dus ja, dat was verder mijn avond. Maar die laptop was natuurlijk wel even het belangrijkste. Ik ga even kijken of Ajax op tv is of dat ik hem moet streamen. Dan ga ik eventjes de kattenbakken doen en even stofzuigen. En dan ja, ga ik even een stukje Ajax kijken en laat je straks wel even zien wat ik ga fotograferen. Ik heb verder ook niet echt, nee, niet iets waar ik jullie bij kan zetten. Maar goed, dat is meestal op zondag. Dus dat ga ik eventjes doen en dan zie ik jullie straks weer. Ik heb inmiddels even de pakjes klaargemaakt voor mijn moeder en Nathalie. Die kunnen dinsdag op de post. Ik heb gewoon een online postzegel gekocht. Ik ben Ajax aan het kijken, maar dat is drama, want we staan achter, dus dat is niet zo heel fijn. Ik heb spullen gepakt voor de foto's, die ga ik je even laten zien. Ik heb hier allereerst een eyelinerpen van Catrice die ik ga fotograferen. Ik heb weer een Extreme Shine topcoat. En ik heb hier de Only One lipsticks van Maybelline. Die heb ik toen een keer bij de Action gekocht. Dus ik ga hier even foto's van maken. En dan ga ik die eventjes maken. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier wil zeggen. Maar dan kan ik je straks nog even importeren. Want ik moet over een half uurtje ook even mijn vlees opzetten. Want ik heb draadjes vlees. Dus dan kan dat mooi ook even in de pan. Maar nu eerst even hier foto's van maken. Ik heb alleen het idee dat hier ook een base coat bij hoorde. Dus misschien moet ik deze even omwisselen voor een andere. Ik heb er nog één liggen. Misschien moet ik die eventjes pakken. Zo, ik heb hem even omgewisseld voor deze. De Every Shine Top Coat. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. En dan is dat ook weer klaar. Zo, ik ben klaar inmiddels. Ik heb eigenlijk nog nooit een zondag gehad waarin ik zo weinig heb gedaan. Ik heb wel alvast een paar doodles getekend. Die pakketjes heb ik dan klaargemaakt. Ik had dit ook nog nooit gedaan, online een postzegel kopen. Maar ik had de pakketjes even gewogen en ze waren onder de 20 gram. Of boven de 20 gram, dus er moest een dubbele postzegel op. Maar ja, ik wist niet zo goed hoe en wat dit, hoe dit inhield. Maar als het goed is, moet het goed gegaan zijn. Dus die gaan dan dinsdag op de post. Ik ga ook niet tegen hun zeggen, er komt post aan. Ik wil gewoon dat ze het zelf gaan zien. Ja, foto's maken was ik ook heel snel klaar mee. Ik heb nu het rundvlees opstaan, de draadjesvlees. Het ruikt al heerlijk. Soms wel jammer hoor, dat we geen geurcamera's hebben. Maar het ziet er wel weer heel goed uit, denk ik. Kijk, lekker pruttelen. Je ziet het niet zo goed door alle damp. Het allemaal water gaat ernaast. Ja, dat zat in de deksel. Nou, dat moet ik toch als ik heb gegeten vanavond even de gastel doen. Ja, en de wedstrijd. Uiteindelijk is het nog 1-1 geworden. Op een gegeven moment komt PSV op 2-0. En toen had ik er al flink de P in. Maar dat doelpunt werd afgekeurd, want dat was Hens. En toen dacht ik, kom op Ajax, nog even. En toen een van de laatste minuten ging die er alsnog in. En ja, weet je, dit is niet een stand die je wilt zien. Je wilt gewoon met de volle 3 punten terug naar Amsterdam gaan. Alleen omdat we best wel uitgelopen zijn op PSV, is dan 1 puntje op zich oké. Okay, weet je, het is beter dan dat die 3 punten dan in Eindhoven blijven. Maar er waren ook aardig wat opstootjes. Er zijn aardig wat dingen gebeurd. Dus dat wil ik vanavond dan nog eventjes kijken bij dat Sport op 1, op 7 uur heb je dat. Wil ik toch nog even kijken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Want met de stream loopt het soms echt even achter en loopt het niet allemaal helemaal gelijk. Maar er zijn wel wat dingen gebeurd. En ik weet ook niet of deze wedstrijd onder de klassieker valt. Ik weet dat Ajax Feyenoord, dat is de klassieker. Ik weet eigenlijk niet of dat met PSV ook zo is.
Maar ik vond het wel een hele spannende wedstrijd. Het is echt een tijd geleden dat ik zo'n spannende wedstrijd had gezien. Vorige week was het gewoon hartstikke saai. Dus ja. Ja, dit is toch een wedstrijd, weet je. Omdat je dan bovenaan staat, dan wil je gewoon graag door. Dus. Maar goed, toch 1 punt. Dus ik ben toch wel blij. Ja, ik heb nog even lekker een spelletje gedaan. De foto's was ik dus ook snel klaar mee. Dus wat dat betreft, het was... Ik heb op zich wel wat dingen gedaan, maar ik ben niet zo druk geweest als ik normaal ben op zondag. En dat is even wennen, omdat ik dat gewoon helemaal niet gewend ben. Maar goed. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen en dan koken. Of koken, het is eigenlijk alleen even frietjes in de airfryer en dat vlees. En dan is het klaar. Vanavond ga ik even de K van Carlijn kijken. Volgens mij heb ik nog 2 afleveringen. Dus kijk er vanavond nog 1 en dan heb ik volgende week nog eentje. Daarna ga ik Alberto Stegeman kijken. Ik moet foto's bewerken. Ik wil mijn nagels even lakken, want die zien er niet uit. Dus die wil ik eventjes gaan lakken. Ik had eigenlijk nog wat spullen alvast voor dinsdag klaar willen leggen. Maar dat kan morgen wel, want ik moet even wat spullen meenemen naar die afspraak dinsdag. En verder heb ik Rex en Dikte, dus het is verder niet een hele spannende avond. Gewoon lekker eventjes relaxed en misschien nog even wat installeren op de laptop. Even kijken wat er nog ontbreekt. Maar goed, dat wordt verder mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is alweer 1 maart. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is de planning wat anders als normaal op maandag. Normaal heb ik op maandag een beetje een makkelijke dag. Dan ga ik filmen en dan ga ik nog even bullet journalen. Maar ik moet morgen naar het UWV toe om 1 uur. En dat betekent dat ik dan niet aan de schoonmaak kan. Dus dan ga ik vandaag de kattenbakken, de gang en de douche doen. Ik weet ook niet hoe laat ik morgen terug ben. En ik weet ook gewoon zeker als ik terug ben dat ik gewoon gesloopt ben en eigenlijk niet heel veel meer kan doen. Want het is mentaal altijd best wel heftig, dat soort afspraken. Dus dan heb ik het even omgegooid en dan ga ik donderdag filmen. Want donderdag heb ik dan niks. Dus ik wil ook straks alvast even boven mijn kleding pakken voor morgen en mijn schoenen. En even de spullen verzamelen die mee moeten, zodat als ik dan morgen... wakker ben, dat ik eventjes kan sporten, douchen, in de kleding klaar kan maken, even de stofzuiger door kan trekken en ook gewoon de deur uit kan gaan. Dus dat. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik heb dit kleurtje. Dat is dit lakje van Catrice. Dit is de kleur 73 I Have a Blush on You. Ik vind hem heel erg leuk en dan vooral in combinatie ook bij deze lipstick. Het past eigenlijk heel mooi. En ik heb deze topcoat gebruikt die ik gisteren liet zien. De Evershine topcoat van Essence. Die waar ik foto's van had gemaakt. En ik vind hem al heel erg mooi. Verder heb ik gisteren even de K van Carlijn gekeken. Ja, ik vind het echt een hele mooie serie. Dus dat was een hele mooie uitzending. Ik hoef er nog eentje te kijken. Dan is het klaar. Want het is nu afgelopen. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. En dit was ook weer een oplichter die zich ging confronteren. In eerste instantie heeft hij een man opgelicht. Die man dacht ook echt dat ze vrienden waren. Ik vond hem ook een beetje zielig. Wat is er, Mickey? Hij had een handicap en hij was gewoon heel goed van vertrouwen. Kom maar, Mickey. Kom maar. Hij straalde gewoon een en al goedheid uit. En vriendschappen waren voor hem heel belangrijk, want ze waren ook schaars vanwege zijn handicap, zei hij. Dus... die had hij al 40.000 euro afhandig gemaakt. Daarnaast had deze oplichter ook een pensioen voor honden. En dan konden mensen dus een jaarkaart kopen van 250 euro. En dan konden ze het hele jaar door hun hond brengen. Maakt niet uit wanneer. Dus er waren echt wel wat mensen die daar gebruik van hadden. Die iets zo'n kaart hadden gekocht. En toen belden ze dus van ja, ik zou mijn hond graag willen brengen. Ja, kan niet. Ja, je koopt een jaarkaart, dus je moet dan je hond ook het hele jaar door kunnen brengen. Dus dat was allemaal ook niet echt goed natuurlijk. Ze hebben deze man 3 keer moeten proberen te confronteren. De eerste 2 keer zijn mislukt. De 3e keer was het raak. Maar het is zo'n man, weet je wel, die zich overal weet uit te praten. Die gewoon zegt van, oh nee, maar dat heb ik nooit gezegd. Of dat heb ik nooit gezegd. Hij liegt alles aan elkaar.
Die man die dan die 40.000 euro kwijt was, die zei ook, ja, ik weet ook gewoon dat ik mijn geld niet meer ga terugzien. Maar ik heb nu wel mijn zegje kunnen doen. Dat was voor hem wel heel belangrijk. Want ja, weet je, je gaat je geld gewoon waarschijnlijk niet meer terugzien. Dat is gewoon. En hij besefte zich dat ook wel. Maar er lag wel een vonnis van de rechter. Dus zodra deze oplichter inkomen zou gaan genereren, kon hij daar wel beslag op laten leggen. Maar het is natuurlijk wel een heel groot bedrag om dat van iemand terug te krijgen. Ik weet het niet. Maar goed, het was ook de laatste uitzending, dus het was ook wel een mooie. Ik heb Rex gekeken, ik heb Dikte gekeken, ik heb de foto's bewerkt, dus wat dat betreft was het een prima avondje. Ik ga nu eventjes me naar boven hijsen om wat spullen te pakken. Dan ga ik daarna hier aan de gang, dan zitten jullie bij de douche er wel even bij. Maar eerst maar even het een en het ander klaarmaken, zodat het ook gewoon klaar staat. Dus ja, tijd om maar even wat te gaan doen. Ik ben klaar, maar ik ben zo zat, echt waar. Maar ik heb nog brokjes. Ik had trouwens deze bathroom cleaner gebruikt van de Action, want de andere was op. En die heb ik dan met bergamot en jasmijn. Dit was zo'n limited editie. Hij ruikt wel heel lekker, maar hij schuimt niet. En die van de Lidl die ik normaal gesproken gebruik, die schuimt. Ga nou maar even brokjes eten, muis. Dus, maar hij, ja, dus, nou ja, goed, ik... Ik vind hem wel heel lekker ruiken. Als je nu zo die douche in komt, dat ruikt wel heel lekker. En hij maakt op zich ook best wel schoon hoor. Maar normaal ben je dat schuimig gewend, maar die ruikt iets chemischer. Maar ik merk wel dat ik normaal de week anders opstart. En ik weet ook niet of het nu komt dat ik extra moe ben door de spanning die ik in mijn lijf heb. Want ik voel best wel veel spanning voor morgen. Ik heb echt... Ik heb ook echt pijn op plekken. Ja, mijn rug en zo. Dat heb ik al best wel snel. Maar het is nu wel echt wat intenser. En ja, ik doe dit 1 keer in de 2 weken. Dat alles zo grondig, weet je wel. En dan denk ik van, nou, wat is dat nu dat mijn lijf zo protesteert dan? Maar dat kan gewoon komen door de spanning die ik heb. Ik heb ook alles al klaargemaakt. Ik heb alles al in een tasje gestopt wat mee moet. Er komt nog 1 brief bij. Die neemt mijn coach morgen mee. Want ik kan nog niet printen, want ik heb nog geen printerinkt. En ik was de brief ook kwijt. Ja, die heb ik wel ergens opgeslagen, maar kon hem even niet vinden. Maar mijn coach had hem nog, die zou mij nog even doormailen ook. Maar ja, het is spannend. Maar goed, medicijnen en dat soort dingen moesten meegenomen worden. Ik heb zelfs nog even het kaartje met de sterktes van mijn bril meegenomen. Dus wat dat betreft denk ik... Ja, dat ik alles bij me heb wat ik mee moest nemen. Nog even een pakje drinken meegenomen.
De brief moest mee. Nou ja, ID-kaart heb ik standaard bij. Dus nou ja, dat soort dingen. Dus ik heb wat dat betreft, ja, ik ben wel blij dat alles nu klaar is. Maar ik doe nou verder ook helemaal niks meer. Ja, straks, ik ga zo even lekker relaxen. Dan is het straks douchen, koken, de keuken opruimen, dat wel. En afwassen. Maar dan ben ik wel klaar met het schoonmaakgedeelte. Ik ga nog wel... Nee, die zin klopte eigenlijk niet. Mijn hersenen die gaan sneller. Mijn mond gaat sneller dan mijn hersenen nu eventjes. Vanavond. Ja, de Meilandjes beginnen weer. Daar heb ik heel veel zin in. Daar heb ik echt wel naartoe geleefd dat ze weer zouden beginnen. En ja, ik heb er al helemaal zin in. Dus dat ga ik lekker kijken. Ik ga ook even een deel kijken van uitstel van executie. Want ik heb zo'n idee dat dat 1,5 uur duurt. Ja, dat vind ik echt na de hoor bij RTL. Daar zijn ze echt in achteruit gegaan. Weet je, dat duurt vaak heel lang. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel erg mooi. Zoals eventjes kijken. Ik denk het wel. Komt ook echt op dezelfde tijd natuurlijk. Even kijken hoor. Ja, zie. Het duurt 1,5 uur. Dus ga ik gewoon even eerst dat even kijken. Dan ga ik daarna lekker in de Meilandje. En dan kijk ik morgen wel even het uitstel van executie af. Verder moet ik vanavond gewoon nog wel eventjes aan het werk voor de blog. Ik moet nog even wat foto's bewerken. Ik moet nog even een artikel schrijven. Want ik wil eigenlijk morgen ook een artikel online zetten. Dus ik probeer dat ook nog even vanavond klaar te maken. Maar ik weet niet of het helemaal lukt. Verder ga ik Rex kijken en Dikte. En dan hoop ik dat ik vannacht een beetje slaap met alle spanning. Ik ben ook zo'n mooi boek aan het lezen. Hij is bijna uit, maar ik heb er gisteren gewoon echt bij zitten huilen. Nou, dan raak je me wel. Het is een boek van Fie Kaeland. Hij komt uiteraard in een van de boekenvideo's nog terug. Ja, dat wordt dan pas... Dat zal pas in april zijn dat ik je over dit boek vertel. Omdat ik natuurlijk een maandje achterloop qua boeken. Maar het is zo'n mooi boek. Het is echt... Ja, ik vind hem echt... Hij raakte me dus... Ja, ik ga nu even lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Want ik heb echt eventjes me-time nodig. En ja, ik wil gewoon even de bank op. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Dus tot morgen. Een hele goede morgen op deze dinsdag. Het is 2 maart. Ik ga mezelf even klaarmaken. Want ik moet straks naar het UWV. Dus ik heb op zich nog redelijk geslapen. Dus dat is wel positief. Ik had verwacht dat ik echt heel slecht zou slapen, maar dat ging uiteindelijk wel. Gisteravond heb ik een deal gekeken van uitstel van executie. Was wel mooi, maar ik heb hem nog niet helemaal afgezien. Daarna heb ik de Meilandjes gekeken. En daar heb ik wel echt weer van genoten. Dat was echt wel weer heel erg lachen en zo. Ik heb echt een paar keer schapen op de bank gezeten. Dat was positief. Toen ben ik mijn blogbericht gaan schrijven. En daarna heb ik Rex gekeken en Dikte. Dus ja, al met al was het wel een goede avond, zeg maar. En nu heb ik net even gedoucht. En ja, is het even klaarmaken. Ik zal nog even stofzuigen. Het is 11:55. En dan om 12:30 is mijn coach hier. En dan gaan we richting het UWV. Dus best wel spannend allemaal. Ik had een klein linkje gehad om me voor te bereiden. Maar echt heel veel voorbereiding kun je niet doen. Want je weet niet wat er gevraagd gaat worden. Maar alles is mee. Ik had zelfs nog even... mijn coach zou nog een brief uitprinten. Die hadden ze gemaakt aan het einde van de therapie. Maar zij kon niet printen, dus die heb ik nu op mijn telefoon. Maar ik dacht eigenlijk dat er nog een andere brief was. Dus ik had nog eventjes de mevrouw waar ik therapie van had gekregen gemaild. Van, goh, hé, je had zo'n mooie brief gemaakt. Ik mocht toetrailleren trouwens. Maar die kon ik niet meer openen. Want dat zijn van die beveiligde bestanden die dan maar tot 9 februari geldig waren. En ik kon hem niet meer vinden. Dus ik had gevraagd of ze even opnieuw wilde mailen. Dat had ze ook al gedaan, want ik had gisteravond ook de mail al gestuurd. Dus die heb ik ook al binnen, maar die moet ik zo even op de computer openen nog. En dan kan ik nog even stofzuigen en dan kan ik die kant op. En dan daarna even boodschappen doen. Ik doe even de pakketjes op de post voor mijn moeder en Nathalie. Dus hopelijk hebben ze die morgen. Dan zou het een beetje flauw zijn, anders zien ze in deze vlog wat ik allemaal heb gedaan. En dan hebben ze het nog niet. Ik weet momenteel ook niet hoe het bij PostNL gaat. Of ze een beetje snel zijn of dat... Het nog steeds allemaal vertraagd is met corona en zo. Maar goed, dat gaan we eventjes zien. Dus ja, even een spannend moment.
Ja, en dan vanmiddag even kijken. Ik moet sowieso even groenten afhalen, want die moet ik nog kopen. En dan misschien nog even bullet journalen, maar dat moet ik even kijken hoe alles loopt. Dus ik kan verder nog niet zo heel veel zeggen over de planning van mijn dag. Behalve dan dat ik wel zenuwachtig ben. Ik merkte het gisteravond heel erg. Dus ja, dat. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Laat je straks nog even zien wat ik heb aangetrokken. Want ik heb een hele nieuwe outfit aan. Je ziet het al een beetje. Ik heb een nieuwe blouse aan. Die ik een tijdje geleden bij Lidl had gekocht. En ik heb een nieuwe spijkerbroek aan. Dus dat laat ik je straks nog even zien. Maar ik ga me eerst even verder klaarmaken. Zo, de outfit. Ik moet nog wel even lipstick op doen. Maar ik heb dit blouseje dus aan. En hij kropt een beetje uit mijn broek. In combinatie met deze broek en dan mijn nieuwe schoenen. Alleen het lastige is altijd, je ziet dat de broek niet helemaal aansluit in de schoenen. Omdat ik heb van broek een maatje S. En qua lengte ben ik eigenlijk te lang voor S. Maar voor hier heb ik hem echt nodig. Want je ziet hier zelfs nu nog dat ik ruimte overhoud. Maar dat is dus de outfit. Dus wel blij mee. Zo, ik heb verder nu alles klaar. Kan ik zo nog even een glaasje cola drinken. En dan ben ik er ook wel klaar voor. Ik heb al stof gezogen. Dus wat dat betreft prima. Ik heb de brief even geopend op de laptop. Dus ook allemaal goed. Het is echt zonnig buiten. Ik vraag me echt af hoeveel graden het is. Ik zag dat de katten een beetje uit huis hadden gehouden. Dat hoorde ik al toen ik in bed lag. Ik heb een boek uitgelezen. Dat is ook weer spannend. Even kijken hoe graden is het. Ik dacht, ja, weet je, laat ik maar gewoon de bril opdoen. Want die lens erin proppen, dat is ook weer zo'n gedoe. En ik dacht, nou, laat maar wezen. Het is 10 graden en zonnig. Dus, alles zometeen klaarzetten. En dan kan ik mijn lipstick opdoen. En dan kunnen we ook gaan als mijn coach er is. Ik ben echt wel heel erg benieuwd. Dus, ik zie jullie dan ook weer gewoon als ik thuis ben van mijn afspraak en van de boodschappen doen. Zo, ik ben alweer eventjes thuis. Het is 3:45. Ik heb nog even koffie gedronken met mijn coach en nog even wat dingetjes gedaan. Ja, het gesprek. Lastig. Ik had een gesprek met een verzekeringsarts. Lastig te peilen. Zo'n man heeft een pokerface, dus ik heb alles wel nog aan. Ik kon alles via de mail nog gelijk even doorsturen naar hem. Dat had hij ook direct. Ging eerst een paar keer fout, maar daarna ging het vrij snel goed. Maar het was heel lastig te peilen. Ik kan er heel weinig over zeggen. Dus ik weet niet wat de uitslag gaat zijn. Daar moet ik sowieso nog heel lang op wachten. Dus ja, het is nu allemaal afwachten. Ik voelde wel heel erg de spanning. Maar ik heb daar nog even een kopje koffie genuttigd. We moesten wel eerst het mondkapje op. Bij het gesprek mocht het mondkapje gelukkig af. Maar het is ook wel lastig. Want ik kon de man af en toe niet heel goed verstaan. Hij praatte een beetje binnensmonds. En er zit een scherm voor. Dus je kunt niet alles verstaan. Maar goed, op zich, ja... Ik weet het niet. Ik durf hier niks over te zeggen. Maar goed, ik heb de boodschappen binnen. Dus die ga ik even laten zien. Ik heb allereerst bij het kruidvat deze sport-BH nog meegenomen. Want ik had nog een sport-BH nodig. En deze was nu met korting. Ik ging nog 3 euro vanaf. Dan heb ik in ieder geval weer eentje bij. Want ik slaap hier tegenwoordig ook in. En nog weer eventjes 2 van deze slaapshirtjes. Dus die heb ik ook nog eventjes meegenomen. Dan heb ik... water gehaald. Weer eventjes mineraalwater. Ik heb spekjes meegebracht. Ik heb nu een zakje patat meegebracht bij Lidl. Deze zijn voor de airfryer. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze zijn. Ik heb paaseitjes gekocht voor in mijn potje. Want er zitten nu nog pepernoten in. Die kunnen er wel uit. Dan heb ik nog koffiecupjes gekocht. En ik heb een squeezy. En dat was echt super raar. Want ik pakte dat beestje. Zegt zo'n meisje tegen mij. Ja, maar je moet je sparen hoor. Ik zeg ja, dat weet ik ook wel. Maar je kunt er lekker in squeezen. En deze sparen dan ook. Zoals als lente hier komt. Dan kan ze ook lekker bouwen. Maar ik heb dus nu. Hoe heet je eigenlijk? Dit is Faya Flamingo. Dan heb ik nog toiletpapier gehaald. Ik heb weer aardappelschijfjes gehaald. Ik heb even een flesje Rivella meegenomen. Die vind ik altijd wel heel lekker. Die was nu een eurotje. Ik heb nog even wc-papier gehaald. Ik heb Red Bull meegenomen. Die was in de aanbieding. Vind ik altijd heel lekker. En ik heb boontjes. En als laatste nog een zakje met kattenvoer. Dus dit waren de boodschappen. Zaterdag ga ik weer eventjes. Maar goed, daar vertel ik later even meer over. Ik ga de groenten even schoonmaken. En dan ga ik nog even mijn was afhalen. Dus even nog wat doen. En dan zijn we weer klaar.
zo. Mijn vriendjes van het goede leven hebben ook net hun eten weer op. En nou ja, ze hebben er wel weer van gesmikkeld. Ik vond het qua weer trouwens best wel lastig vandaag. Ik had echt zoiets, ja, ga ik mijn leren jasje aan doen? Had ik ergens ook wel stoer gevonden bij deze combinatie, zeg maar, die ik vandaag droeg. Maar ik dacht, ja, misschien is het toch nog wel wat te fris. Het is pas maart. Buiten was het best op zich, qua temperatuur was het wel oké. Maar het wordt toch al sneller wat koud. Dus ik heb toch gewoon voor de winterjas gekozen. Nou ja, zoals je hebt kunnen zien heb ik de was nog even opgevouwen. Die heb ik nog niet naar boven gebracht. Niet alles was ook droog. Want de was die ik zeg maar achter aan het rekje ophang, die droog niet. Dus ja, dat moet nog even drogen. Ik ga morgen wel een nieuwe was aanzetten. En dan ja, komt het ook wel weer goed. Ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga zo even lekker relaxen, even bijkomen van deze middag. Dan ga ik straks douchen en even koken. Vanavond heb je een nieuw seizoen van Verslaafd. Dat vind ik altijd wel heel mooi om te zien. Dus dat ga ik even kijken. Je hebt geloof ik ook nog iets met Bo, maar ik weet niet of dat heel leuk is. Ik wil eventjes uitstel van executie afkijken. En dan moet ik vanavond gewoon weer de vlog wil ik afmaken. Ik wil mijn foto's bewerken, dus ik ben nog wel even bezig. Ik ga sowieso Rex kijken en weer naar Dikte. Dus het is verder ook niet echt een hele spannende avond. Maar het is prima om gewoon eventjes nu een rustige avond te hebben. Nadat, ja, na vandaag. Het is toch allemaal best wel, het hakt er toch wel eventjes in. Maar goed, dat geeft niet. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en zou je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's? Kun je je gratis abonneren. Dan kan er op het knopje mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf staat die rode button. En als je daarop drukt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En mocht je nou meldingen willen ontvangen als er nieuwe video's van mij online komen, kun je ook even op het belletje drukken. Dan krijg je dus de melding zodra er iets nieuws online komt. Ik heb trouwens nog wel de pakketjes op de bus gedaan. Dus we gaan morgen horen of ze al zijn aangekomen bij mijn moeder en Nathalie. Dus dat is nog even spannend. Ik wil je voor nu weer heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!